deze nieuwe video. Ik zie er een heel klein beetje raar uit, want ik heb mijn oogmake-up al gedaan, maar ik heb nog niks op mijn huid. En dat komt omdat ik vandaag even twee video's in één maak. Ik heb deze ooglook gemaakt voor Instagram. Ik ben er nog mee bezig, maar ik kan het pas afmaken als ik mijn gezichtsmake-up heb gedaan. En voor de YouTube-video van vandaag ga ik mijn gezichtsmake-up doen. Dus ik ben even aan het multitasken hier. Als deze video online komt, staat deze make-up look al op mijn Instagram of hij komt vanavond. Dus één van de twee. Dus volg me vooral ook op mijn Instagram om al mijn make-up looks te zien. Nou, we gaan het vandaag hebben over NYX Cosmetics. Ze hebben de nieuwe line, de Can't Stop Won't Stop collectie. Die collectie is er al een tijd in Amerika, maar hij is pas nu te koop hier in de NYX winkels en op Douglas. Ik heb hem van de Douglas website. En je hebt een foundation, je hebt een concealer en je hebt een losse poeder om mee te baken. En ik ga ze dus alle drie proberen. Ik ben heel erg benieuwd, want het is allemaal betaalbaar. NYX is altijd wel betaalbaar. Dit samen heeft mij 40 euro gekost. Dat is niet heel duur voor drie dingen. NYX is niet super goedkoop. Het is geen Essence of Catrice. Het is meer richting de Maybelline, L'Oreal prijzen. Dus nog wel betaalbaar, maar niet super goedkoop. Ik ben vooral benieuwd naar de concealer, want de NYX concealer die er al is, vind ik echt helemaal niks. Daar heb ik het ook in een aantal video's over gehad. Dus ik hoop dat deze beter is. En ja, ik heb ook de kleuren maar gegokt online. En ja, ik ben benieuwd of hoe het allemaal gewoon gaat zitten op mijn huid. Ook ga ik het de hele dag ophouden en aan het einde van de dag laten zien hoe het nog zit. Dus ja, ik ben heel benieuwd om deze make-up te testen. Dus vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel door met de video. Oké, ik heb mijn gekke haarband in. Deze is van de Action. Kijk hoe cute. Ik weet niet of hij nog te koop is, maar ik vond ze echt super cute. In ieder geval. Mijn gezicht. We gaan het vandaag hebben over mijn gezicht, want het is allemaal gezichtsmake-up. Voordat we gaan beginnen, ga ik eerst even snel mijn gezicht primen. Aangezien de foundation en de concealer allebei volledig mat zijn en ik een normale tot droge huid heb, ga ik een primer gebruiken die goed gehydrateerd en heel glowy is, zodat mijn huid straks niet te droog wordt. En ik ga voor vandaag de betaalbare Essence Fresh & Fit Awakening Primer gebruiken. Deze is echt super glowy. Ik ga hem aanbrengen over mijn hele gezicht en het gewoon zo insmeren. Je kunt nu al gewoon de glow zien. Voor alle meiden die wel van een matte foundation houden, maar ook een droge huid hebben zoals ik. Want ik ben ook zo. Ik hou van mat, maar mijn gezicht niet. Gebruik gewoon een hele hydraterende primer eronder. En meestal werkt dat wel. Dan heb ik hier de NYX Can't Stop Won't Stop Foundation. Ik heb hem in de kleur True Beige. En deze foundation is €16,85. Nou, ik heb hem nog niet gebruikt, alleen maar geswatcht op mijn hand. En de kleur lijkt goed. Zoals ik al zei, ik heb hem dus online gekocht. Dus ik heb een beetje moeten gokken qua kleur. Hoe doe ik nou online mijn kleur bepalen? Ik ga altijd eerst naar de swatches. Uit die swatches kies ik ongeveer 3 à 2 kleuren waarvan ik denk dat die het beste matchen met mijn huid. Dan ga ik naar YouTube en dan ga ik alle 3 die kleuren opzoeken bij YouTubers die al een video hierover hebben gemaakt. En dan ga ik kijken aan de hand van hun huidskleur ook welke ik denk dat het beste matcht met mijn kleur. En die kleur bestel ik dan. Wat NYX ook toevallig heeft, wat het nog makkelijker maakte voor mij op hun website. Gewoon op hun Amerikaanse website NYXcosmetics.com hebben ze ook een shade finder. En dan kun je een aantal dingen invullen over jouw huid. En dan komt de perfecte kleur voor jou eruit. En ik zat al te denken aan True Beige. En toen had ik ook nog die test gedaan. En toen kwam ook True Beige eruit. Dus als deze kleur niet goed is, dan ga ik janken. Ik ga mijn Queen Tarsi spons gebruiken. Deze spons is echt geweldig. En dan ga ik het gewoon zo aanbrengen. Hij is dus echt volledig dekkend en mat. En daar hou ik van. Ik hou van mat en van een volledige dekking. Als jij nou iemand bent die meer van een mindere dekking bent, van een glowy foundation bent en meer van de BB creams bent, dan is dit waarschijnlijk niet de foundation voor jou. Nou, ik moet zeggen dat de kleur aardig matcht. Het is dus een gele ondertoon, want het is de kleur True Beige. Beige is altijd met een gele ondertoon. Als je er nou online gewoon niet uitkomt, ga dan gewoon naar de NYX winkels. Want daar hebben ze deze foundation ook gewoon. En dan kun je gewoon je kleur op je huid aanbrengen. Omdat ik mijn wenkbrauwen altijd al heb gedaan voordat ik foundation aanbreng, vragen vaak mensen aan mij hoe ik om mijn wenkbrauwen heen ga. Dat doe ik dus niet met een spons, maar met een klein kwastje. En dan breng ik gewoon zo een klein beetje foundation aan op deze plekken. Dus tussen mijn wenkbrauwen in en erboven. En dan blend ik het weer uit met de spons. Oké, ik heb de foundation aangebracht. Hij is heel mat en heel volledig dekkend. Ik zie ook op mijn huid dat hij echt een beetje droogachtig is. Want ja, mijn huid is ook gewoon droog, maar niet te. Vaak als hij te is, dan kan ik het hier helemaal zien op mijn neus. Dat het helemaal schraal wordt en helemaal droog. En dat heb ik nou nog niet. Nog een extra tip voor alle meiden met een droge huid. MAC Fix Plus doen nadat je de foundation aanbrengt. Want daardoor wordt het echt een stuk minder droog. En dan druk ik de spons altijd zo in. Want ik heb echt geen geduld om te wachten totdat het droog wordt. Oké, dit is de foundation dan van iets meer close-up.
Ja, hij is wel echt droog op mijn huid. Dat kun je ook gewoon zien. Ik ben benieuwd hoe die de hele dag blijft zitten. Maar ja, dat gaan we zien aan het einde van de dag. Dan heb ik de NYX Can't Stop Won't Stop Concealer. Dit is een matte concealer en ik heb hem in de kleur Alabaster. En deze concealer was 9 euro. Nou, ook de prijs van de concealer is weer best wel betaalbaar. 9 euro is niet echt heel erg duur. Ik moet wel zeggen, volgens mij heb ik echt een veel te lichte kleur gepakt. Mensen, dit gaat echt niet mijn kleur zijn, maar ik ga hem alsnog aanbrengen met concealer. Kun je er wel een beetje mee wegkomen als het niet helemaal jouw kleur is. En er staat ook echt hierop dat het echt een matte finish heeft. En 24 hours, dus dat hij de hele dag goed blijft zitten. Nou, ik ben benieuwd. Ik moet wel zeggen dat mijn gezicht in principe een matte concealer altijd wel aan kan. Met foundation heeft hij altijd wel een beetje moeite. Maar mijn huid onder mijn ogen is niet echt super droog. Dus qua concealer heb ik niet heel vaak moeite. Of hij moet echt super droog zijn en echt heel mat, dan wel. Nou, ik zie nu al dat die kleur echt wit is. Ik doe echt maar een heel klein beetje op mijn voorhoofd en mijn kin. Als ik hem goed vind, ga ik hem zeker in een donkerdere kleur halen. Ik had wel een donkerdere kleur gezien, maar ik dacht dat hij echt te donker zou gaan zijn. En ik hou echt wel van een lichte concealer. Maar ik denk toch dat ik beter die had kunnen pakken. En deze concealer is er in 24 kleuren. Dat is ook best wel veel voor een concealer. Ik weet dat hun concealer hiervoor, die ik dus niet zo goed vind, niet veel kleuren had. En er was ook gewoon geen perfecte kleur voor mij. Want het kleurverschil qua tinten was best wel groot. Dus of hij was te licht of te donker. Of het was niet de goede ondertoon. Dus ja, dat was ook wel echt vervelend eraan. Dus ik ben blij dat ze nou een wat beter hebben uitgebracht. Nou, deze concealer is al gelijk een stuk beter dan hun vorige concealer. Deze dekt een stuk beter. Hij blendt gewoon smooth in met de huid. Ik vind hem echt extreem goed blenden in de huid. Daar ben ik echt heel erg blij mee. De kleur, ja, ik kan er wel mee wegkomen. Maar ik had toch een iets donkerdere kleur moeten hebben. Ook is hij niet te droog. En ja, ik vind hem op zich gewoon mooi. Ik ga heel eventjes kijken of ik iets meer kan aanbrengen hier. Want ik heb daar best wel donkere gebieden. En dan kan ik ook gelijk even zien of je hem kunt opbouwen of niet. Maar op zich bedekt hij al wel gewoon goed. Ja, je kunt hem echt opbouwen, mensen. Als je iets meer aanbrengt, bedekt hij ook echt meer. Dat is ook niet altijd, dus daar ben ik ook wel blij mee. Ja, tot nu toe ben ik wel tevreden met deze concealer. Ik vind hem tot nu toe beter dan de foundation. Over de foundation ben ik nog een beetje aan het twijfelen of het wel goed gaat zijn met mijn huid. Maar qua concealer vind ik hem tot nu toe, mijn eerste indruk is goed. Dan heb ik hier de NYX Can't Stop Won't Stop losse baking poeder. Of ja, het is gewoon een losse poeder. Je hoeft er niet per se mee te baken. En deze is 14 euro. Deze heb je in 6 kleuren. En ik heb de kleur light. Die leek mij wel het beste. En ik ga hiermee baken, want ik bake altijd. Ze hebben ook een pressed variant ervan. Maar ik gebruik nooit pressed poeder. Vandaar dat ik die niet heb gekocht. Maar mocht jij die willen, die optie heb je. Zo ziet hij er dan uit. Oké, wat ik vervelend vind aan de verpakking is, ik wil altijd zo eruit doen en in de deksel. Maar hier zit een soort van ding in het midden dat omhoog gaat. Dus je kunt niet echt goed het hierin doen. Ik doe gewoon een beetje zo schudden en dan komt het er gewoon zo uit. En dan kan ik het zo vanuit hier met mijn spons pakken. Ik gebruik ook weer gewoon mijn Queen Tarsie spons. Die gebruik ik echt voor alles. Oh, ik zie wel dat de concealer echt aan het crease is. Maar dat is niet heel raar. Daarvoor gebruik ik dus ook poeder. Ik ga eerst even de creasing weghalen. En dan snel, voordat het weer creased, de poeder aanbrengen. Ik hoop niet dat het ook gaat creasen straks met deze poeder. De kleur is echt heel mooi. Het is in principe gewoon allemaal translucent. Dus in principe moet het gewoon helemaal vergaan in je huid. Maar ik heb dus de kleur light gepakt, zodat het ook het onder mijn ogen wat lichter maakt. Ik pak altijd de kleur light. Maar je hebt ook een hele donkere kleur. Dus voor de wat donkerdere meiden heb je ook iets van 2 of 3 kleuren. Dat is ook wel fijn. Ik doe het echt op alle plekken waar ik concealer heb gedaan. Dus ook hier bij mijn voorhoofd, op mijn kin heb ik al gedaan en op mijn neus. En dan met wat er nog op mijn spons zit, ga ik over de rest van mijn huid. Als je gaat baken moet je de poeder altijd eventjes laten zitten, maar mijn huid is droog. En we willen het absoluut niet droger maken. Dus ik haal het er gewoon altijd gelijk weer vanaf. Als je echt een hele, hele droge huid hebt, dan raad ik baken echt niet aan. Dan ga er gewoon lichtjes met een poeder overheen, zodat je concealer niet creased en klaar, meer niet. En dan pak ik weer mijn MAC Fix Plus om weer een beetje te sprayen en het allemaal wat minder droog te maken. Mensen, MAC Fix Plus maakt echt verschil. Jullie weten, ik ben normaal echt van alle betaalbare make-up en zo.
Maar qua fixing spray om je huid minder droog te maken is er echt niks beter dan de echte MAC Fix Plus. Nou, dit is dan mijn huid op dit moment van dichtbij met de foundation, de concealer en de poeder. Op zich vind ik het er wel echt heel egaal uitzien en niet per se echt heel slecht. Dus ik ben nog aan het twijfelen over wat ik ervan vind. Nou, ik vind de poeder in principe prima. De kleur is perfect. Hij smelt in met mijn huid. Hij doet niks raars. Hij maakt mijn huid niet geel of heel wit of zo. Dus in principe vind ik deze prima. Over de concealer en de foundation moet ik nog even nadenken. Ik ben benieuwd hoe het aan het einde van de dag zit. Ik ga even snel mijn make-up afmaken. Oké, I'm back. Mijn make-up zit erop. Voor alle make-up details nogmaals, kijk even op mijn Instagram. Want daar staat precies wat ik allemaal op heb gedaan. Nu mijn make-up er al een tijdje langer op zit, vind ik de foundation best wel mooi. Ondanks dat ik een droge huid heb. Iedereen heeft wel oliën in de huid. Iedereen heeft dat, ondanks dat je huid droog is. En nu de foundation een beetje aan het zetten is met mijn huid, ziet het er allemaal wat minder droog uit. Hij is nog wel droog, maar minder droog. De concealer is ook niet meer gaan creasen nadat ik die poeder had opgedaan. Dus dat is ook top. Tot nu toe best oké. We gaan kijken hoe het er straks op zit. Ik ga nou eerst naar de boekhouder en dan ga ik naar Tui om een vakantie te boeken. Want ik ga dit jaar 2 keer op vakantie. En ja, ik ga gewoon even door. Ik zie jullie straks weer. Mensen, daar ben ik nou. Het is nou 7:30. Ik was klaar met deze look rond 2 uur. Dus het zit er nou bijna 6 uur op. En ik moet zeggen, ik ben een beetje in shock. Ik ga eerst beginnen over de foundation. Toen ik die net opdeed, was het echt best wel een droge bedoeling. En ik dacht bij mijn eigen, nee. Deze foundation wordt hem niet. Toen ik een aantal keer fixing spray had gedaan, werd het al wel beter. Maar nog steeds had ik iets van, toch nog te droog voor mijn huid. Maar vanaf het einde van de make-up look en tot aan nou, heeft hij echt best goed op mijn gezicht gezeten. Hij is wel hier in mijn lach rimpeltjes gedaan, maar welke matte foundation doet dat niet. Maar hij zit echt nog best goed op mijn huid. Ondanks dat mijn huid droog tot normaal is, hij is wel droog. Laat me dat voorop stellen. Hij is niet dewy of zo. Dus je kunt hem ook wel zien zitten. Want het is ook een volledige dekking. Maar hij is niet dikkig. Hij voelt niet cakey of dikkig op de huid. Hij is gewoon mooi. Dit oog heeft zelfs getraind. En de foundation zit gewoon nog goed. Ja, ik ben echt een beetje in shock. Ik vind deze, ja, ik raad me gewoon aan. Vooral als je een normale of vettige huid hebt, gaat deze nog mooier zijn. Want het komt door mijn droge huid dat deze niet per se geweldig is voor mij. Maar ja, zoals je ook ziet op mijn huid, is die ook gewoon nog prima. Deze concealer, idem dito. Top, top, top. Hij creased niet. Hij is helemaal niet aan het creasen. Toen ik hem net opdeed, creased hij best wel snel. Dus je moet wel snel afpoederen. Maar elke concealer creased als je hem niet afpoedert. Sommige creasen daarna nog steeds. En dan doet deze niet. De dekking is mooi. De kleur is iets te licht voor mij. Dus ik ga wel een andere kleur halen. Maar ook deze voor 9 euro raad ik aan. En de poeder vond ik al vanaf het begin gewoon goed. Ik heb ook een foto gemaakt met Flits. Die breng ik hier in beeld. En er is geen flashback. Ik vond die al mooi vanaf het begin. En ik vind het tot nu toe nog steeds gewoon toppie. Dus mensen, heel deze collectie is voor mij gewoon een yes. Ik ga de foundation en de concealer ook nog zeker gebruiken. Vooral de concealer, want die is echt heel mooi. De foundation in de zomer heb ik een iets meer vettige huid dan... In de zomer heb ik een iets meer vettige huid en dan gaat deze waarschijnlijk nog mooier zijn op mijn huid. Maar ik raad hem zeker, zeker aan. Als ik dan één van de drie het meeste aanraad, is het echt deze poeder. Deze is echt heel mooi. Nou, als je de video leuk vond, vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En plaats hier 2 video's die je ook kunt gaan bekijken en mijn gezicht om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week, elke woensdag en zondag om 1 uur. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!